Nou, heren, dames. God wil het. Het pad is bepaald, niet door mij. Ik ben niet in controle. En ik doe maar wat. En onze burgemeesteres, Sharon Dijkstra, of weet ik voor wat u zei. Nou, ik denk dat ze iets wat minder McDonald's eet en taartjes en alles en zo. Ze leek wat dunner. En hadden we eerst een klein mannetje zo, die Jan van Zanen. Een klein, heel klein vrijmetselaartje. Met zijn ketting om en alles. En nu heb je nog zo'n Efteling figuur, burgemeesteres. Of is dat dan ook burgemeester? In ieder geval. Nou, twee stille agenten, voor de grap. Ja, die waren toevallig bij de gelegenheid en vlaggetjes en toestanden. Dus, nou, ik heb ook een Nederlands vlaggetje. Alleen die voor mij is echt. Hun liepen met plastic rotzooi rond. En een of andere foto op een of andere vent die een speldje had gekregen of zo, weet ik veel. Nou, ik ga mijn Nobelprijs voor de Vrede ga ik niet zelf ophalen. Dat doet iemand anders maar. Maar ik wil ook zo'n speldje. Ja. En, nou, ik weet zulke slimme dingen. Ze wouden me een prikkertje geven. Ja, ze zeggen van, ah, die is paranoïde schizofreen, hebben ze geprobeerd. Maar dat is een hele lange tijd terug. En ja, ik ben zelf een specialist. Leek amateur in de psychologie. En mijn specialisatie is trauma. Hè? Dat is trauma, seriemoord, serieverkrachting, aanhoudend geweld. Trauma-based mind control, Project Monarch. Dat zijn allemaal specialisaties waarin antecedenten zeer zeker uitmaken in de zin van bejegening en beleid. Ja, enzovoort, enzovoort. Ga ik niet weer over mijn beroep beginnen. Ja, dat kan niet meer genegeerd worden. Ook even Maarten van Ooyen, de wethouder. Ik zeg naar de wethouder alles. Ik zeg, ik voel me een beetje gediscrimineerd. Later nog even een kort onderhoud gehad met onze burgemeesteres die het druk had met een foto op en weet ik veel wat, met een of andere fietsbak rondrijden en met een camera en alles. Ja, leuk en aardig. Twee agenten daarna nog gesproken over het schandaal veroorzaakt door Karel van Duivenbode, participatiewet en de GGZ-entiteiten. Mijn onderzoek, clandestien onderzoek, nou, daar nog even kort over gehad. Voor de rest niet op film gezet. Ik wou de mannen voor de rest ook wel een beetje sparen. Voor de rest een beschaafd gesprek gehad. Mano in mano. Twee stillen die daar het politiepassen trokken bij een of andere foto op waar ze dan toevallig bij stonden en bla bla bla. Nou, die dropen gauw af. Maar wel even de data kunnen overleggen en natuurlijk dat valt niet te negeren. Daar spreken we de wethouder nog over, Maarten van Ooyen. En Maarten van Ooyen die wordt wethouder van de Efteling ook. Dat zeg ik je. Die, ja, die mag de, ja, wordt wethouder attracties, Maarten van Ooyen. Nou, in ieder geval, Karel van Duivenbode opnieuw genoemd. Jammer, ik was even niet ad rem genoeg om van de gelegenheid gebruik te maken. Maar toch inderdaad, Gukman en Panhuis zijn genoemd. Tieners Koops heb ik niet in één adem kunnen noemen, maar er komt allemaal wel. Er zijn meldingen gedaan en het wordt allemaal heel scherp in de gaten gehouden. Ja. En niet door die all-seeing eye bullshit. Dus, pardon voor mijn taalgebruik. Ja, voor de rest merk ik dat ik de hele internationale kwestie een beetje verwaarloos op mijn kanaal. Want daar gaat het eigenlijk over. Ik zat al een tijdje in mijn hoofd ook weer een langere aflevering te maken. Dus iedereen hou je vast. Dit is een trailer voor een Space Alien Reptilian Invasie special aflevering. Die eraan komt. Ik denk nou genoeg vanavond, morgen oplooien. Want dat oplooien bij mij gaat niet zo snel. Nee, dat is, dus ik maak vanavond een lange special. En dan kijken we of die morgen kunnen lanceren. En misschien anders vier korte specials, weet ik niet. In ieder geval, de volgende keer meer van de reptilian kwestie. Maar wat onlosmakelijk verbonden is met alles wat er op aarde gebeurt. En dan heb je het over een aardse ABC, over beleid. Beleid, politiek, centen. Ja. En waar het over gaat is bloed, DNA en totale controle. En iedereen, hè, met de all-seeing eye in die zin te volgen, met de tech, real-time willen ze 7 miljard nog wat volgen. Ze zitten wel op 7,8, weet ik veel, 7,5. Nou, in ieder geval, dat willen ze kunnen tracken en tracen real-time. Ze hebben het niet nodig, die tech, want het wordt al gedaan met primitievere tech. En geloof me, dat werkt prima, ik weet er alles van. Ja, ik word mijn hele leven real-time gevolgd, getrackt en getraced. Door, en welke groep dat nou is, Luciferian, wat dan ook, vrijmetselaars, antimetselaars, all the same. Ja? Nou, nu hadden we een van de metselaars van Utrecht, Sharon Dijkstra, weet ik veel wat ze zei. Moet ik nog even opzoeken op het internet hoe ze ook weer heet. En nou, in ieder geval even ook
me daar kenbaar te maken ook. Ze zegt, ja, ik ben avond met andere nieuws. Ze zegt de volgende keer, ja, precies, ja, volgende keer kom ik aan de beurt. Ja, dus het was even kort daarna nog een onderhoud. En ja, laten we weten waar we voor staan. Dat hun voor hun eigen bullshit gaan zitten of ontslagen worden. Netjes weggewerkt worden. Ja, een gouden handdruk of een looie afdruk. We weten het niet. Maar dat zien we dan wel weer. Hè. Er zijn meerdere mensen ontslagen, gereshuffeld, stilletjes ergens anders gaan werken, enzovoort, enzovoort. Hè, of maar zogenaamd met pensioen gegaan. Dergelijke. En de rest kreeg allemaal mijn zus Karma op bezoek. Ja, die is doorzichtig. Iedereen vindt het een bitch. En ik mag er wel Karma, mijn zus. En nou, mijn broer ook. Ja, dus je broer, Jezus, mijn zus. En onze, zoals ze hem dan denken te kennen. Nou, onze heer in Heiland, onze generaal. Volgende keer, meer Space Aliens. Ja, invasie jongens. En daar gaat het over. Het is allemaal afleiding nogmaals. Al het beleid, alles wat ze doen is afleiding. Omdat ze die Satans dienen. En hey Satan. En voor de alien invasie. Twee fases van die alien invasie. Ik zeg het altijd wat anders. Ik zeg eerst was de infiltratie. En nou is de invasie. Maar die invasie heeft twee fases. Fase 1 is al voorbij. Ja. Daarom is iedereen vervangen. En iedereen op de plekken waar hij wel of niet hoort te zijn. En dan komt de fysieke invasie, maar eerst een neppet. False flag, alien attack en de rest die ze erbij hebben verzonnen en zullen laten zien. We kunnen verwachten Project Bluebeam en de TB3B, dacht ik, moet even de serienummers nog opzoeken. Volgens mij was het de TB3B Astra. In ieder geval de Zero Grav vliegende driehoeken. Nou, in ieder geval, tot de volgende aflevering.